Het is vandaag dinsdag en ik heb vandaag weer een dagvlog voor jullie. Deze zal wel waarschijnlijk het weekend worden geëdit. Maar ja, welkom. Het is dus dinsdag. Ik ben wakker. Ik ben vrij vandaag. Ik ga in de ochtend eventjes lekker tussenuit. Eventjes iets anders doen dan alleen mijn stagewerk. En vanmiddag ga ik wel weer aan de slag met mijn stagewerk als het goed is. Maar ik wilde jullie even laten zien wat ik aan heb. Want dit heb ik normaal nooit aan. En ik dacht, ik vind het voor nu wel heel erg leuk. Make-up heb ik helemaal niks op aan. Alleen mijn wenkbrauwen en wat donkere lipstick. Ik heb dit blouseje aan. Deze van de Primark. Zwarte broek, Zena. Schoenen, als ik het goed heb, Bristol. En mijn rugtas. Laat ik hem zo zien. Die is natuurlijk ook van de Primark. Daar ga ik ook nu heen. Ik ga eerst even een rondje Primark met Ash doen. En want ze moeten ook een aantal dingetjes terugbrengen. En ik dacht, ik ga gewoon gezellig mee. En daarna gaan wij naar de Starbucks om een lekkere koffie te halen in de nieuwe 2017 kerstmokken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus als sommigen van jullie wel weten, ben ik een enorme Starbucks freak. Het is duur, maar het is heel erg lekker. Dus ik zou zeggen, let's go! Ik neem jullie lekker een dagje mee vandaag. Wie had er ooit bedacht dat het is natuurlijk al de week best wel een hele lichte en zachte herfst. Wie had er ooit bedacht dat het nu gewoon fucking zou vriezen? Het heeft gewoon gevroren. En oh, je hebt het echt koud. Ik dacht, maar valt mee, weet je. Je kijkt naar buiten en kan wel. Ik heb het officieel heel erg koud. Ik heb natuurlijk ook alleen maar een blouseje aan. En dan dit jasje. Nou, niet te doen. Maar goed, ik ga eventjes gauw vaststorten op mijn ING. En dan gaan we lekker onderweg naar Rotterdam. Kerstdrankjes van het jaar. Moet vastgelegd worden. Dan nog even gauw naar de Albert Heijn. En dan weer naar huis toe. Oh jee, gingerbread latte. Zo benieuwd hoe die smaakt. En ik ben een beetje koud, dus ik heb een trui aangedaan en een lekker warm vest. Maar, wat ik dus zeg, ik ben thuis. Ik heb eventjes wat... Excuse me. Ik heb eventjes wat stagewerk gedaan, niet heel veel. Want ik dacht, ik moet nog iets gaan regelen. Ik moet namelijk nog alle gedichtjes gaan maken voor
de adventkalender. Ik moet ze nog uitknippen. Ik moet ze nog op de kaartjes plakken. Ik moet ze nog in enveloppen doen. En dat heb ik dus de hele middag gedaan. En ik ben nog even met de dieren buiten geweest. Maar, zoals je hier kan zien. Ik heb hier het pakketje. Dit grote blad, deze. Hier staat dus alles genummerd op. Deze kaartjes heb ik nog over. En in al deze enveloppen zitten dus de daagkaartjes. Ik ga ze dan even stoppen op zich niet, want mijn pa heeft niet eens door wat hierin zit. Dus, en als hij dat wel hebben, kan hij ze toch niet openmaken, want ze zijn dichtgeplakt. Maar ik ga dus zorgen dat ik dit goed wegleg en niet kwijtraak, want het is allemaal geregeld nu. Dit is allemaal klaar. Jeetje. Ik breek mijn nek over die statief. Het is dus wel allemaal klaar. Daar ben ik heel erg blij om. Ik denk dat het makkelijkste is om ze ook niet kwijt te raken natuurlijk. Kijk hoor. Nou, dit gaat... Nou, dat gaat me best goed passen. Zo. Ik wil ze niet kwijt raken, dus ik heb ze goed weggelegd. Maar alles daarvan is dus geregeld. Dus ik zou zeggen, laat 1 december maar komen. Ja, ik heb toen thuis kwam nog eventjes lekker van mijn Starbucks genoten. Er zit nog een beetje in en die ga ik straks even opwarmen. Je zou misschien denken, gat voor opwarmen. Maar je kan het serieus opwarmen, het is helemaal niet vies. Dus ik heb eigenlijk best wel een hele drukke dag gehad vandaag. Ik heb gewerkt, ben even weg geweest. Ik heb de adventkalender gemaakt. Ik heb ook een nieuwe oplaadkabel gekocht. Mijn oplaadkabel is te klein, dus ik heb een nieuw kabeltje gehaald. En hoe? En ja, dat was eigenlijk gewoon alweer de vloer. Ik ga deze uitdoen, want ik heb het nu eigenlijk wel weer warm. Nou moet ik dit heel charmant uit gaan doen. Maar ik heb een trui aan, dus dat gaat niet. Juist. Zo, hè. Goed, in ieder geval hoop ik dat jullie deze vlog leuk vonden. De komende, wat is het, 3-4 dagen ga ik waarschijnlijk niet vloggen. Want ik heb nog gewoon heel erg veel te doen. En ik wil eerlijk gezegd ook wel even gaan genieten van mijn laatste paar dagen stage. Dus ik hoop ook dat jullie dat wel begrijpen. Doe natuurlijk wel deze video een blauw duimpje omhoog geven als je hem leuk vond. Abonneer op mijn kanaal. Hier in het midden, als je meer van me wil zien. En als je denkt, dit is best een leuk kanaal. En ja, kijk mijn vorige video terug. Like, abonneer, doe alles wat jullie willen. Het hoeft niet. En het is gratis als je het wil doen. Dus dat is ook zeker een top idee. Dus ik zeg, tot de volgende video. Doeg!